En ik zag Kim en Agnes Waterval, die ben hier al te jaren. Hoi. Hoi, goeiemiddag. Goeiemiddag, wat leuk dat je hem er binnen. Jazeker. Ja, doe best hier wat gast, zeg maar, hè? Klopt, ja. Ja, ja, want het model voor uw mem. Ja, dit is bijna een familiebedrijf, lijkt het bijna wel. Ja, bijna. Nou, net helemaal. Dit is mijn ding en is Kim die dat meer in de fysici en de nagels en dat soort dingen. Maar dit is die ding. En wat is nou die ding dan? Hoed beschilder je. Alles wat mijn meidje haat, mijn smink en hoed. Dat iets moois van meidje, zoals dit. Dat is mijn ding. Nou, het ziet er wel prachtig uit, hè? Hoe lang wordt ze iets wel net? Dat? Ja? 4 minuten, zit het erop. Echt weer? Echt weer. Jeetje. Ja. Maar dit is een van de vele voorbeelden, mag ik dat zeggen? Voorbeelden. Ik doe eigenlijk alles uit de hollen. Maar ben je smink, doe ik eigenlijk al je uit de hollen. Ik haal je kleuren, ze maken de kleuren, zie ik je. Ja? En de rest doe ik al je verzinnen ter plekke. Jeetje, en Je hast van alles je mijn om, sure. Kijk, dat moet ik even. Mij, maar dit is nou maar een heel iets beetje van wat ik haal. Een heel iets beetje zelfs. Een heel iets beetje van wat ik haal, ja. En ik doe dan echt nog. Het meeste die je moet nodig of die je nodig, waar vrezen ze dan om? Eigenlijk van alles. Smink, glitter tattoos, airbrush tattoos, kan van alles wijzen. Wat? En glitter tattoos. Glitter tattoos, oh, ja. Prachtig, hè? Smink. Smink, ja. En ik ga nog verrassing voor die in pet al. Ja, doe maar staan even op een kruk. Maar Bouke mooi hier, hè? Nee. Ga ik een verrassing voor. Oh, Bouke, doe maar eens een verrassing. Helemaal top. Hij is er wel net. Dat is eerst een beurt. Maar ik doe het lekker airbrush status. Doen we dat nou voort dan? Zullen we dat nou voort even? Ja, doe maar. Want dat hier gaat altijd zo snel natuurlijk, hè. Dus dan, terwijl ik zit, dan vreeg ik wel van alles. Dat op mij. Dat mij. Vraag je hier, komen hier 0 onder pas, hè? Nee, er komen hier 0 onder pas. Check je nul. Ja, dat is heel goed. Goed om te weten. Dat noem je net zeer. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, Jaren was het ook aan een tatoeage. Ja, wat komt erop? Ja. Nou, maak ik me niks uit. Hier hang ik net een loge om. Zullen we daar maar doen? Ik ga dus iets speciaals maken voor deze man. Ja. Nou, dan mag je een wieken maar in. Een wieken? Een wieken. Nee, dat minst. Ja, dat meen ik al. Nou, Deb, dat wordt wekken we dat je wist wie ik ben. Ik ga speciaal van je maken, maar die ding maak ik dus zelf, die schabloon. Dit maak ik zelf, thuis of zo? Ja, die schabloon die maak ik zelf. Daar is een aparte printer voor. Ja, ik heb aparte printer voor en dan ging dus de airbrush en de glitter tatoeages ging zelf van maak ik broeks die een keer en dan smid ik ze voort. Nou, geen los, ik zit nou nog rustig, het ken nou nog. Het ken nou nog. Nou, dan doen we deze hier. Deb, die leidt al helemaal dubbel. Dat hoeft net. Yes. Dat is even voor natuurlijk iedereen, mijn vrouw, die zit vol met de tatoeages. Ja, leuk. En die probeert het al 10 mei om Sophia te krijgen. Maar... dat is mijn droom, ik ooit nog eens zelf te tatoeëren, maar... Oh. Nou, dat Sophia is, dan komt ze met Del, hè? Ja. Ja? Ja, tuurlijk. Kijk. Dan haast wel al je hier op een hem. Dat maakt er net al, hoor. Heb je een meske? Nee, hoor. Nee, die hak net. Oh, hè, godzijdank. Nee, dan hadden we toch het diste gewoon op. Oh, dat valt mij, valt mij. Valt mij. Bouke is extra bier. Ja, dat zou. Ja, die is nog veel erger dan mij. Heb je een masker bij? Nee, godzijdank net. Ligt in een kluisje of zo? Oh, maar dit is een soort wax straks, denk ik. Dit is wax, ja, inderdaad. Oh, godskes. Oké, maar vertel even nou, wat het is. Nou, ik ben er met alcohol overheen gegaan. Ja, dan wordt het skin. Dan wordt het skin. Ja. En dat het goed is, moet dit plakken op een hoed. En dan heb ik het boppensticker, ouwe. Oh, het boppenstick. Nog het boppenstick. Nog net alles natuurlijk. Nee. Ja, meestal maar het bol wat jij dan, Mark. Sorry. Ja. Dan maak ik dit er even heel voorzichtig hard aan. Maar daar had je een speciale printer voor? Ja, ik had een snijplater thuis, een lietje in. En die is speciaal voor dit soort dingen. Had dat minst? Ja. En ik ga mijn eigen belettering op een auto ga ik maken. Oh, dat doe ik? Dat doe ik ook. Heb ik zelf die... Tjenburg doe dat ook. Ja, dat doe ik dus ook. Ja. Okay. En ik doe dan nog toneelgriem. Toneelgriem? Ja, ik zit bij 2 toneelteams. Ja? Michael, wat trekt hem bij? Live televisie, meestal kan van alles gebeuren, hè? Kan van alles. Wat is dit? Dit is inkt. Dat blaas ik die op een hoed. Hoe lang bleef het? Een week? Ongeveer een week. Och. Nou, ga ik weg. Toch? Nou, bouw ik hem straks ook nog, hè? Dus, maar, want volgens mij, dat doe iets met EHBO, ik was wat dorst. Lotus figuren sminken bedoeld. Wat zei ze? Lotus figuren sminken. Ja, dat is. Wondenmaatje. Ja, dat is wondenmakers. Ja, dat dus ik wel. Dus okay. Het kost echt alle kanten op, ja, steeds maar. Alle kanten op, ja, absoluut.
Bij een feestje zit dat in een prachtig. Buk beschilderen is heel mooi. Dus ik doe echt van alles. Wat vind je nou het allerleukste om te doen? Het allerleukste vind ik Dennis Mink. Ja. Ja, dat bloot toch het leukst? Bodypaint. Oh, bodypaint. Dat vind ik prachtig, ja. Ja. Hoe lang doe je het al? Nou, ik denk al mee al 15, 20 jaar. Echt weer zo lang? Ja. Ja, dat... Ik ben ooit begonnen met toneel. Alleen een toneelgriem. En dat, daar ben ik een schoftje mee stappen. Want toen kreeg ik de benen. Ja. En toen ben ik begonnen met bennenhultjes smink. Bennensmink. Toen ben ik daarmee begonnen. Wat leuk. Ja, en zo langzamerhand dan rent het uit naar je socks. Dat je van alles en al wat bedijn hebt. Had die dochter het nou van die? Nou, misschien wel. Weet ik niet. Nee, is toch grappig? Ja, nou, het is ook inderdaad heel grappig. Maar ik denk dat dat creatieve, dat ze dat misschien inderdaad wel van mij had. Zo moet ik net verbazen dat je soms gewoon op dezelfde plakken stonden. Dat klopt. Dat ken ik wel eens voorkomen. Dan kom ik mijn pini in, hè? Och, matte. Help, Bouke, help. Nou, dan hoop ik dat het goed gaat. Oh, dat valt mij. Au! Nou, kijk eens aan. Alsjeblieft. Oh god. Hoe vies hem? Hij wordt even... Nou... Ja, prachtig. Maar ik moet er een week aan me rennen. Dat is wat minder. Hoe maakt dat nou uitlezen op het werk? Wat komt er nou weer heen? Nou, dan wordt het droog maken. Als dit er heen door, dan is de tatoeage voort en dadelijk droog. Oh, dan is het voort droog? Ja. Dus ik heb een scrubje wat ik wil, maar dat is eerst gebeurd. Ja, dan is het eerst gebeurd. Dat ben je eerst echt? Ja. Ja, dat meen ik echt. Man. Nou, alsjeblieft. Wil je een bouw geven, Robbie, jongens? Noordoost-Friesland. Nou, ik weet net... Als je nog niet meer weet wie ik ben, dan weet ik het echt niet meer natuurlijk. Nee. Hè? Ik kan me ook gewoon vaststellen, hoi, ik ben van RTV NOF. ik ben Hans. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.